Nederlands Mozaïek. Voor de meesten van ons komt de dag waarop we voor het laatst ons beroep uitoefenen om na die werkdag nooit meer op het werk te verschijnen. Een zeer emotioneel moment. De volgende persoon in ons programma was jarenlang verantwoordelijk voor duizenden mensenlevens tijdens zijn vluchten Curaçao-Amsterdam en vice versa. Ook voor hem kwam het pijnlijke moment. Freda Keuker had een gesprek met hem. Captain Dolf van der Giezen. De sector altitude is 5800 en emergency 7 is ook 5800. MN1, zoals gezegd niet standaard, runway heading 2.5, Maiketia, left turn to Corley. En wij accelereren op 1740 voet en we zullen naar Corley ook op 4000 gaan. Dolf, je zit nu hier nu aan een lekker drankje, rum coke. Dat mocht jij nooit doen vroeger, hè? Dat moet je niet zeggen. De marine, ik ben oorspronkelijk uit de marine. En ik weet helemaal nog dat in de marinevoorschriften stond dat de marineofficier zal een matig gebruik maken van drank, van sterke drank. Zal. Dus zal. Dat betekent eigenlijk, al drink je niks, je moet. Ja, ook al je zou het kunnen uitleggen dat je ondanks dat je eigenlijk er geen zin in hebt, er gebruik van moest maken. Maar dat hebben ze dus later, hebben begrepen, die tekst duidelijk veranderd. Dat is een leuke grap. Ja. Maar hoe ben je eigenlijk begonnen met vliegen? Was het al een hobby van kind af? Nee, absoluut niet. Ik wilde altijd varen. Dus na de vliegopleiding, dus een hele fijne vliegtijd bij de marine gehad. Onder andere meer dan 3 jaar op de Karel Doorman. De Karel Doorman is in de Hens gevlogen in 68. Aan die vliegperiode op de Karel Doorman kwam een einde. En dat was toch ook een keerpunt voor mij om te zeggen van hey, misschien moet ik toch iets verder kijken. De burgerluchtvaart. Ik kreeg door de connecties op Curaçao kreeg ik een aanwijzing dat er mogelijk ruimte was om bij de ALM te vliegen. Nou, ik ben net voor mei 69 op interview gekomen bij de ALM. Dat is een beetje een moeilijke tijd. Toen was het nog niet een moeilijke tijd, maar toen ik terugging en naar Nederland ging om nog aanvullende examens te doen, toen kregen we de horen van de opstand van 69. Maar ja, ik had aangezegd, examens gehaald en ik ben in juli 69 aangetreden bij de ALM. Ik moet zeggen, het was een hele gezellige tijd, want je vloog, we begonnen niet eens zo erg vroeg in de ochtend te vliegen en we eindigden niet laat in de avond. Dus het was gewoon een dagvluchten. Er waren veel collega's uit de militaire dienst, zowel uit het buitenland als vanuit Nederland. Dus mijn overgang vanuit de militaire dienst naar de ALM was eigenlijk helemaal niet zo groot. Want je kwam in een soort gelijke gestemde gemeenschap terecht. En het was ook qua aantal, want wij zaten met ongeveer 30 vliegers. Het was precies de grootte van een squadron. En we kwamen gezellig bijeen bij Bianca, elke 's avonds. Ja, wat nu Hotel Holland is. En dan dronken we daar nog een gezellig biertje met de crews die dan 's avonds gevlogen hadden. Dat kon allemaal toen. Ja. En dan ging je naar huis. Drinken kan nog wel als in je vrije tijd. Maar het is nu een dag- en nachtbedrijf geworden. Dus, en je ziet de collega's veel minder. Want het is overgeven en het is pezen. Ik denk 30 jaar geleden iedereen kende iedereen. Ja, het was een hele kleine, waar maar ik denk 50 mensen in de cabine. Ja. Iedereen kende. Je kreeg ook indelingen waarbij je precies zag de hele week met wie je vloog. Dus het was heel, heel, heel klein. Gevaarlijk? Ik wil niet zeggen dat het vliegen van gevaar ontbloot is, maar ik moet zeggen,
Ik heb altijd heel erg gelukkig gevlogen. Nooit iets meegemaakt? Nooit. Natuurlijk wel dingen meegemaakt. Ik heb een keer met de Beechcraft, dat weet Alex nog. Alex is uiteindelijk de eigenaar van de Beechcraft geworden. En ik weet niet of Alex het weet, maar ik heb een keer gehad dat een van de motoren midden door echt uit elkaar barstte. Ja. Net na de start. Maar dat is allemaal prima afgelopen. Verder, nee. Zeer gelukkig geval. Dolf, wat was jouw gevoel toen je dus je allerlaatste vlucht maakte? Van waar naar waar vond het plaats? Nou, dat was door omstandigheden vond dat plaats. Helaas niet, dat was het eindpunt Curaçao, maar het eindpunt was Aruba. Dus ik maakte mijn laatste vlucht Amsterdam, Caracas, Aruba. Maar ik moet zeggen, inderdaad, het stukje, het heeft me wel wat gedaan hoor. Dat het gewoon, dat je gewoon de realisatie dat het allemaal, alles wat je deed, gewoon allemaal de laatste keer was. Maar het was het gek, het heeft zich ergens dus in de vlucht gedaan. Dat ik echt dacht van, ik had het er echt even moeilijk mee. Maar het was landing en daarna was het neergezet en gezellig. En dat was daarna over. Nou, bedankt. Dat ga je goed, hè? Dank je zeer. We hebben het er wel uit. Dank je. Hartstikke bedankt.